Goedemorgen, meneer Bruin. Zo. Even een boordje eronder. Ja. Niet strak. Doe dit naar voren. Ja, geweldig. Dank. Ken jij dat nou ook eigenlijk? Dat al die mensen laatst zo serieus zijn? He, ze kijken niet naar elkaar om, niemand is bezorgd om elkaar. Hebben allemaal geen zin in elkaar. He, ik vind dat niet zo leuk eigenlijk. Maar ik kwam laatst een vrouw tegen, nou die ken je misschien ook wel, hier om de hoek. In de scootmobiel, blond haar, rode lipjes, altijd vrolijk. Nou, die heeft een buurman en die heeft ook zo'nzelfde soort scootmobiel. Dat zijn dan die dingen die je op moet laden. Die ken je wel. Nou ja, wat gebeurt er? Zo'n ding is leeg. Dus hij moest dat ding opladen. Op dat moment slaan de stoppen door, geen energie meer. Die vent helemaal in paniek. Wist niet waar hij moest kijken. Heeft ook hoge bloeddruk. Schreeuwen. Nou, gelukkig kwamen de buren, want die had een sleutel. Dus weer gekalmeerd. Maar dat vrouwtje dat zat na te denken. Van ja, wat als mij dat gebeurt, hè? Elektriciteit. Dat kan soms dagenlang duren voordat het weer allemaal aangesloten is. Nou, toen dacht ze bij zichzelf, wie heeft nou eigenlijk mijn sleutel? En toen heeft ze ook aan mij gevraagd, joh, kan ik bij jou een sleuteltje ophangen? Hierachter, ik zei, dat is geen probleem. Ook bij de buren, ook opgehangen, bovenburen. Dus nu een aantal mensen hebben gewoon een sleutel van haar. Vond ik bijzonder slim. Dus die vrouw die zegt, van, ik heb hier eens lang over nagedacht. En wat gebeurt er als er brand uitbreekt? Of wat gebeurt er als er lang die elektriciteit uitvalt? Hè? Hoe kom ik dan weg? Waar moet ik dan naartoe? Nou, het eerste wat ze gedaan heeft, is na die hele gang van er is leegruimen samen met behulp van iemand. Alle rotzooi weg, zodat er geen paniek uitbreekt als zij er snel uit moet. Heel erg slim bedacht. Maar wij zaten eens verder te praten van wat gebeurt er eigenlijk met allemaal mensen die slechtziend zijn, slechthorend, slechter been. Ja, dat weet je eigenlijk allemaal helemaal niet. Wij hebben een soort inventarisatie gemaakt bij ons in de buurt. Wie zijn hier? Nou, er zijn best wel een aantal mensen die inderdaad slechtziend zijn, blind, doof, heel erg slechter been. Maar ja, wat gebeurt er dan, hè? Als die dan in een soort ramp terechtkomen of als er dingen misgaan. Nou, afgesproken dat ik eens even ging kijken op internet wat er allemaal te vinden is. En waarmee kom je in de knel als die stroom plotseling uitvalt? Kijk, hier in de buurt woont een mevrouw en die heeft een zoon en die is afhankelijk van een of ander apparaat. Daar moet je aan liggen de hele dag. Nou ja, wat doe je dan als de stroom uitvalt? Nou, de overheid die zorgt dus op dat soort momenten ook voor noodaggregaten. En als jij dan weet waar die dingen staan, nou, dan kunnen ze ook aangesloten worden. Hartstikke handig, toch? Nou, dan heb je altijd nog een wijkgebouw waar je naartoe kan. Heel vaak worden in sporthallen worden ook bedden neergezet, zodat mensen daar kunnen overnachten. Dus dat is heel erg prettig. Dus eigenlijk, op veel momenten wordt er heel veel gedaan, mensen weten dat niet. Maar later als je mensen spreekt, dan zijn ze er heel erg blij mee dat het eigenlijk zo goed geregeld is. Maar ja, je familie moet het weten, je buren moeten het weten, hè? De mantelzorgers moeten het weten. Wat er met jou aan de hand is, waar je woont, waar je last van hebt en hoe ze jou kunnen helpen. Kijk, op een gegeven moment, als je je buurvrouw op een gegeven moment van de trap hoort bonken, nou dan weet je wel dat je er even naartoe moet met de sleutel. Het is toch fijn als je die sleutel hebt op zo'n moment, nietwaar? Dus wat hebben die mevrouw en ik besloten? Wij hebben besloten om gewoon samen eens door die buurt te gaan lopen om te kijken wat zich allemaal afspeelt. Nou, dat vond ik zelf, het gaf mij een heel erg goed gevoel, want ik ken bijna iedereen in de buurt. En zij was ook best wel trots en eigenlijk ook wel met recht vinden. Nou, wat doen we dan? We bellen gewoon ergens aan, vragen gewoon, wat is jouw situatie? Nou, ze kwamen terecht bij die meneer hier aan de overkant, die ken je vast wel. Hij loopt altijd met een stok, heel erg slechtziend. Maar het leuke was, sleutels en zo, dat was allemaal geregeld. Dus zijn sleutel lag inderdaad bij de buren. Maar telefoonnummers, die had hij niet. Dus telefoonnummers ingeprogrammeerd in zijn telefoontje. Heel erg goed, heel erg fijn. En toen wel gezegd, even wel om je hals houden. Dus dat het ding niet ergens kwijtraakt. En dan hadden we nog hier, oh ja, mevrouw van nummer 19. Leuk mens trouwens. En die had ook alles wel goed verzorgd. Ze had alle telefoonnummers die ze moest hebben, die had ze allemaal keurig op een papiertje geschreven, maar niet in haar mobiele telefoon gezet. Dus wij gewoon het keurig in die telefoon gezet. Nummer van haar zoon en van de beide buren. Nou, fijn geregeld, zou ik helemaal blij. Nou ja, we waren er best wel even mee bezig hoor. Maar er was echt helemaal niemand die zei, waar bemoeien jullie je mee? Iedereen was wel over eens dat je die ellende gewoon moet zien te voorkomen. Dat dat gewoon best is. Nou ja, wat dat betreft, vandaag ook een hele leuke middag. Je leert wat meer mensen kennen, je hebt een paar prettige gesprekjes. En hier in de kapsalon spreek ik mensen er ook over aan. En iedereen is eigenlijk wel over eens van, ja, je moet proberen die ellende zoveel mogelijk te voorkomen toch? He? Kijk, en als er iets voorvalt, ja, je bent niet echt schuldig of zo, dat natuurlijk niet. Hè? Maar ja, er is toch zoveel waar we al niets meer aan kunnen doen tegenwoordig, toch?
Hallo schat, met mij. Het wordt tijd dat we mijn moeder wat meer aandacht gaan geven. Haar gang is één grote puinhoop. Ze kan steeds slechter zien. Als ze een keer een paniekaanval krijgt, dan zijn we te laat. Dus daar moeten we even snel wat aan doen. Zullen we dat deze week op gaan ruimen? Lijkt me een goed plan. Tot zo.